Een van de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd is het incassoregister. En dat gaat er nu snel aankomen. Wat gaat dat voor u nou betekenen? Het gaat voor u inhouden dat u zorgvuldig moet kiezen met wie u zaken doet op het gebied van incasso. Diegenen die straks in het register staan zijn de enigen die ook incassowerkzaamheden mogen uitvoeren. En simpelweg het niet staan in het register betekent ook niet toegestaan incassowerkzaamheden uit te voeren. En daar zult u als creditmanager rekening mee moeten gaan houden. Vanzelfsprekend zullen alle gerechtsdewaarders ook in dat register thuis horen. We hebben op dit moment al een register, dat kunt u raadplegen. Dat heet het registergerechtsdewaarders.nl. Maar ik verwacht dat voor het jaar om is het incassoregister met incassoondernemingen echt een feit zal zijn. Wil je hier nou meer over weten? Janssen & Janssen organiseert 3 credit management trendtables. De eerste daarvan is 6 juni in 's-Hertogenbosch in de Gruitenfabriek. En onder andere over het incassoregister zal ik daar uitgebreid gaan vertellen. Dus als je meer wil weten, meld je aan.